zolang er geen vaccin is, is eigenlijk de remedie het menselijk gedrag, hoe mensen zich gedragen als individu en ook collectief. Dat is de sociale psychologie. Corona vraagt van mensen drastische gedragsverandering. En naar aanleiding daarvan hebben wij vanuit psychologie als experten, gedragswetenschappen, een werkgroep opgericht, Psychologie en Corona, met de bedoeling om vanuit ons onderzoek, enquêtes aan de overheid, concrete adviezen te geven. Dus mijn eerste vraag is, zou u bereid zijn om in deze coronatijden boodschappen te doen voor buren als dat nodig is? Ja hoor, ik heb dat al gedaan. Ah ja. Het is een misvatting dat mensen in moeilijke tijden, zoals coronatijden, juist zich slechter zouden gaan gedragen en alleen voor hun eigen belang zouden gaan. Wat wij als sociaal-psychologen vaststellen, is dat mensen in coronatijden juist gemiddeld meer pro-sociaal zich gaan gedragen. Denk aan de beertjes voor het raam tijdens de lockdown, applaus voor de zorghelden. Mensen gaan gemiddeld meer dat soort gedrag stellen dan in normale tijden. Kleurcodes zoals verkeerslichten zijn ook sociale psychologie. Ja, die communiceren een boodschap en die beïnvloeden sociaal gedrag. En een concreet voorstel dat we daar rond gedaan hebben is om met kleurcodes te gaan werken waarin de virologen bepaalde drempelwaarden aangeven waarin er een verhoogd risico is. En dat je dat gaat vertalen in kleurcodes van groen naar oranje naar rood bijvoorbeeld. En dat dan voor mensen duidelijk is van kijk, als we in oranje komen, dan zijn dat de gevolgen. Dan moeten we bijvoorbeeld onze dichte contacten verminderen. Het grootste gevaar nu is dat die groepen in onze samenleving uit elkaar gespeeld worden. We zien daar voorbeelden van arbeiders van de vleesindustrie, de voetballers, bepaalde gemeenschappen in Antwerpen, straten of buurten, jongeren die feesten. En wat je nodig hebt om dat te counteren, is zoiets als de warmste week, waarbij je vanuit heel veel groepen in de samenleving van onderuit initiatieven gaat bundelen om de motivatie brandende te houden.